Hallo lieve vrienden, uit een fantastisch leven. Hoe is je daar? Hier is je goed. Nou mooi. Ja, yeah, ik heb mij het allemaal bommen. Wake break. En wake break. Weet je hoe ze... Nee, dat is geen leuk verhaal. Nou, misschien wel een leuk verhaal. De wake break is dus op woensdag. En dat heb ik geleerd van iemand van de Antillen. En die zei, wake break. En dan op wake break, dan mag je een borreltje drinken. Want het is weekbreak. En dan donderdag is het de dag na weekbreak. Vrijdag is het de dag voor weekend. Zaterdag weekend. Zondag is het weekend. Maandag is het de dag na weekend. Dinsdag werk je. En woensdag is het weekbreak. Fantastisch toch? Hoe zit daar gewoon? Wat zit er onder de doos? En wat heeft ons dat met je opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Als ik zo doorga, dan houdt dit doosje niet heel lang meer. Als dit doosje het niet meer houdt, stop ik met de reviews. Want ik en dit doosje, wij zijn de reviews. Comprende? Capisce? Si. Dat is niet handig. Nu ligt alles van tafel. Zakjes. Vandaag heeft Armeentje helemaal iets opgestuurd. Want iemand anders heeft wat opgestuurd. Hier zijn uw snacks. Bedankt dat u onze producten wil reviewen. Groetjes, Sweet Food USA. Kijk, en die hebben dan ook een kaartje erbij. Sweet Food USA. Dat zijn de voordeligste van Nederland. Probeer nu de lekkerste Amerikaanse en Britse producten. Sweetfoodusa.nl. Nou, hartstikke leuk Jan. Wat krijg je voor zoveel reclame te maken? Hoeveel centjes heb je nou weer in je zak gestoken, vuile boef? Het antwoord erop is nul. Ja, als jij iets leuks hebt en je wil dat naar me toesturen, dan wil ik dat best reviewen. En ik heb het besproken met Achmetje, die voelt zich dan niet beledigd. Dus je hoeft er geen poen voor te betalen als ik gewoon een reviewtje maak voor je product. Want weet je wat? Ik heb mij het bommen. Ik doe dit... Als je denkt dat ik dit nog voor het geld doe... 3 dagen per week mezelf een paal zetten achter een doosje. Daar is het antwoord op. Nee, ik doe het voor de fun. Ja, en omdat ik tegenwoordig meer dan 70.000 abonnees heb. En ik vind het een beetje lullig als ik er zo mee stop. Ja, als ik ermee kon stoppen had ik het al lang gedaan natuurlijk. Maar dit is gewoon opgestuurd door een bedrijf. God, dan ben ik het alweer kwijt. Sweetfood USA. Nou zeg, waar is de kaartje gebleven? Sweetfoodusa.nl. En ik ga straks even serieus kijken. Want er zijn een aantal dingen die ik in Engeland en Amerika graag nuttig en die je hier niet kan krijgen. Genoeg reclame. Stuur ook je troep op als je wil dat ik het review. Of, oh ja, ik ben wel eerlijk. Dus als je mij iets opstuurt wat niet te vreten is, dan zeg ik dat. Ook dat is Jan. Onafhankelijk. Mooi. Ja, of je moet er gewoon 3,5 van mij erbij doen. Gewoon cash. Dan zeg ik, bellissimo. Heerlijk product. Nee, ze zijn maar niet vies. Wat lekker. Oh, heerlijk. Wat zijn dit? Walker's Monster Munch. Ja, die ken ik niet. Het ziet eruit als chips. Monster Munch. Van Walker's. Walker's, dat is nog exact hetzelfde embleem als onze Lay's. Dat zal wel van dezelfde club zijn dan, neem ik aan. Ja, ik kan het allemaal niet lezen, joh. Dat is toch verschrikkelijk. Monster Munch. Pickled onion. Hè? Pickled onion. Ja, dat is de smaak. Och, flaming hot. Bekkenbranden. En roast beef. Nou, ik hou van roast beef. Om daar nou chips van te maken, dat begrijp ik ook niet heel erg van. Maar Monster Munch van Walker's. Die heten, die laat ik even achterwege. Dit doe ik als laatste, want dan is het lolletje er wel af. Ik begin met de pickled onion. Pickled onion. Pickled onion is toch een ingemaakte ui? Of, ja. Of zit ik er nou naast? Nou ja. Ik denk dat het een ingemaakte ui is. Ja, luister. Amsterdamse uitjes zijn ook ingemaakte uitjes. Jezus, wat de grote dingen. Ah, nu snap ik het. Dit zijn pootjes van de monster.
Monster Munch, dit is een pootje. Een enorm ding, zeg, wat een enorme chip. Ingemaakte uitjes, Amsterdamse uitjes ook ingemaakt, vind ik lekker. Er zit toch bijna geen chips meer. Enorme brokken. Meneer Amerikaan heeft ook een enorme bekker. Nou. Dit kennen we. In Nederland, de smaak niet. Maar in Nederland kennen wij de... Zo'n crunchy ding. Daar hebben wij volgens mij kaaskrabbels en zo van. Dat is toch, ja. De smaak. Zure uismaak. Ingemaakte uismaak. Lekker. Nou, ik vind het helemaal niet vies. Nee, ik vind het helemaal niet vies. Ik vind mij eigenlijk wel lekker. Het is gewoon een heel zuur chippy. Het is een heel groot zuur chippy. Maar volgens mij is dat met een biertje heerlijk. Met een koud biertje. Ik ben niet omgekocht. Vies is vies. Maar deze is helemaal niet vies. Ik vind hem steeds lekkerder worden. Nou, dan gaan we naar de roastbeef. Chips met vleessmaak. Ik heb er al wat gegeten in Nederland ook. Bijvoorbeeld chips met chicken wings smaak. En het rare was, het smaakte ook naar chicken wings. Daar kon je niks over zeggen. Maar ja, ik vind toch iets wat naar vlees smaakt, wat geen vlees is, vind ik... Ik heb er weinig mee. Nou, het is niet te geloven. Weer zo'n monsterpoot. Hij ruikt nou. Ja, ik weet niet hoe je deze geur moet omschrijven. Het nadeel van de grootte van die dingen is wel dat je, als je dat hebt gekauwd en je moet het doorslikken, dan is het wel een hele kledder hoor. Gaat ze maar kraken. Ja, het is heel zout. Is het de roast beef? Dan heb je ook gewoon een klein stukje. Weet je waar het naar smaakt? Naar jus. Naar vleesjus. Chips, vleesjus. Dat hoeft mij niet hoor. Dat is niet helemaal mijn ding. Het is ook een beetje melig daardoor. Je hebt een beetje het gevoel dat je, ja, dat je vleesjus zit. Nee. Nou, hier moet Achmed altijd heel hard om lachen, om hele hete dingen, dat je je bek brandt en dat je zegt, oeh, het heet. Nou, dat vinden ze dus blijkbaar bij, god hoe heet dat nou, sweetfoodusa.nl ook. Want dit is de Flaming Hot en als die Amerikanen iets niet kunnen, dan is het overdrijven. Amerikanen overdrijven nooit. Het zijn full of shit die mensen, maar Flaming Hot, denk ik dat dit een echte serieuze bekkenbrander wordt. Hij ruikt naar... Nou, zeg maar die hele nare hete peper. Nou, ik kan dus niet vinden welk pepertje erin zit. Maar goed, het ruikt verschrikkelijk heet. Tot nu toe, uien. Beetje zuur. Helemaal niet heet. Oh, daar is hij. Hoor, hij komt later. Pittig. Nu komt hij heel hard. Hij is pittig. Hij komt een beetje laat. Maar dit valt wel mee. Ja, het is gewoon lekker pittig. Beetje zuur, beetje ui. En na een tijdje komt de pittige smaak. Er zit een heet pepertje in. Hij brandt een klein beetje in je keel. Maar het is niet zo dat je naar het ziekenhuis wil. Het is niet dat je zegt, doe mij even 8 pakken melk in één keer achterover. Want ik denk dat mijn slokdarm wegbrandt. Valt mee. Wel pittig, maar lekker pittig. Niks aan de hand pittig. Ik vind hem nog wel lekker ook. Tijd voor de cijfertjes.
En de cijfertjes worden eigenlijk wel prima. Ja, ik kende het niet. Het komt uit Amerika. Ja, is het heel interessant dat het hier naartoe komt. Voor de liefhebber wel. De roastbeef deed mij het broekje niet bollen, zoals dat heet. Ja, dat is chips met vleesjuw smaak. Ja, ik heb niks tegen vleesjuw. Maar om dat nou in de chips gaan eten, hier voel ik weinig aan. Die krijgen van mij een 5. De Flaming Hot van Monster Munch. Is niet zo heel erg heet. Het is gewoon een beetje pittig in je keeltje. Wel lekker, maar niet heftig. Het is niet dat het zweetje uitbreekt of wat dan ook. Maar prima te doen. Lekker chippy, die krijgt van mij een 6. En de winnaar is de Pickled Onion. Want dat is gewoon een lekkere grote zure chip. En die lijkt me heerlijk om bij een koud biertje te drinken. Liever gezegd. Het zonnetje schijnt alweer. Deze zak hou ik voor vanavond. Of tenminste in de namiddag. Domian een lekker klein geel kwalletje opentrekt. En dan doet die de wijn, denk ik, dat ik gelukkig word. Die krijgt van mij een 7. Heb ik wel een opmerking over deze chippen? Ja. Die dingen zijn verrotte groot. Waar moet het nou in zo'n klein zakje zo'n chip zijn? Ja. Kan ook kleiner. Maar ja, die Jenken die kunnen niks lijn, zo is het ook. Nou, de link van die tent staat hier beneden. En have a ball en tot vrijdag. Ciao.